Ruggiero, laten we eerst even terugblikken op zondag. Van 2-0 achter naar 2-2 is natuurlijk top. Want jullie hebben dan wel dus die strijdlust om nog terug te knokken. Waar haal je die strijdlust vandaan? De eerste helft ging niet zo lekker. En dat zag iedereen wel. Die 2-2 hebben we denk ik gewoon aan onszelf te danken. En ik denk dat we daarop gewoon moesten houden. En gelijkspel mee moesten nemen naar huis. Maar het was hem niet. En die 2-0 die viel eerst bijna uit de penalty. Nou ja, daar was jij bij betrokken. Neem ons even mee naar jouw perspectief. Wat gebeurde daar? Ik weet dat die linksback kwam vanuit zijn eigen helft. Kwam die indribbelen. En niemand pakte hem aan. En toen kwam die tussen mij en Twan. En het enige wat ik deed is mijn lichaam ervoor zetten. En ik weet niet waarom hij floot voor een penalty. Maar het was totaal geen penalty. Nee, je was het niet mee eens? Nee, natuurlijk niet. Nou, helaas gaat het dan in de laatste 10 minuten alsnog mis voor jullie. Hoe hebben jullie als team dit verwerkt en gaan jullie nu door naar Almere? Het was natuurlijk wel zonde. Want zoals ik al net zei, die 2-2 was wel beter geweest. Maar het is vergeten en fouten eruit kunnen halen. En tegen Almere moeten we gewoon doen wat we de laatste 3 wedstrijden hadden gedaan. Ja, dat is jouw oude club, Almere. Heb je zin om je oude teamgenoten en staf weer te zien? Ja, zeker. Het is eigenlijk net als elke andere wedstrijd, maar natuurlijk kom ik vandaar en natuurlijk wil ik winnen. Eerder dit seizoen werd het 2-2 in Almere. Wat gaan jullie doen om nu wel te winnen hier thuis? Wat ik net al zei, hetzelfde als de andere 3 wedstrijden. En gewoon met strijdlust en wat we al deden. De vorige wedstrijd tegen Almere, gewoon knokken en laten zien wie de baas is. Ja, en hoe belangrijk is deze wedstrijd voor jullie? Want Almere staat natuurlijk 1 plek onder jullie. Dus als je deze wint, dan sla je een groot gat natuurlijk. Klopt, dan laten we ze een klein stukje achter. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat we gewoon, gewoon moeten blijven winnen. En gewoon elke wedstrijd gewoon 100% moeten geven. Ja, en onze supporters zijn deze vrijdag ook weer terug in het stadion. Die mist je bij VVV. De trainer zei gisteren in een interview al dat hij supporters ook als 12e man ziet. Hoe zien jullie dat? Nee, zeker klopt. Het is een extra steunpilaar eigenlijk voor ons. Het is altijd leuk om de supporters te hebben. En ik denk dat dat wel sowieso goed gaat doen. Oké, top. Bedankt en succes vrijdag. Zeker, dankjewel.